Goedemorgen jongens, wie wil er een kopje muntthee? Oei. Wat is er, schatje? Kom maar eens naar buiten. Hé, hey, kom al, ik kom. Oei. Ah, wat oei. Het is tijd. Ja, het is tijd. Oh. Eerder dan verwacht. Ik had het ook later verwacht. Waar hebben jullie het over? Het is tijd, jongen. We gaan verkassen. Tijd? Jullie praten in geheimtaal. Maar voel je dat niet? De ijstijd komt eraan. Ijstijd? Maar ja. Waarom denk je dat? Nee, dat denk ik niet. Dat ruik ik. Ik ruik het ook, het ijs. Hoe kun je dat nou ruiken? Ja, dat is ons oerinstinct. Wij voelen dat soort dingen. Het klimaat vereist. Ja. Global freezing noemen we dat. Kom op jongens, we moeten inpakken. Hier wordt het één grote vereiste ijsberg, zoals de Zuidpool of de Noordpool. Met ijsschotsen, ijsberen, pinguïns. Dat is te koud voor ons, hè? Wij zijn geen Eskimo's. Maar jullie gevoel is toch niet serieus? Niet wetenschappelijk. Zoiets valt toch niet te meten? Wij zijn oermensen. Wij kunnen niet meten. Wij hebben alleen ons oergevoel. Jij niet. Jij voelt niks. Hè? Omdat jij alleen maar nadenkt. Hè? Jij wil alle dingen meten en weten. Kom nou, we moeten. Anders bevriezen we. Maar waar gaan we dan naartoe? Een eindje verderop. Tot daar de ijstijd komt. En dan gaan we weer verder. Maak je geen zorgen, jongen. Over 100 eeuwen slaat het klimaat weer om. Ja. Wordt alles warmer, smelt alles weer. Krijg je global warming. Komen we hier terug naar deze plek. Hè, schat? Ah, kom hier. Krijg je een lekkere pakket. Oh, nee, 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 n